Carnavalsvereniging De Peelvruters uit Heusden hield op zaterdag 11 januari het jeugdprinsenbal. Tijdens het bal in de Canadees werden de nieuwe jeugdhoogheden gepresenteerd. Tim Basten is de nieuwe jeugdprins en Lars van Gaal de nieuwe jeugdvorst. Ik ben hier op de Pannenhoeve in Heusden bij prins Tim den Uerste en adjudant Lars van Gaal. Prins Tim proficiat. Dankjewel. Ja. Hoe ben je prins geworden hier in Heusden? Nou, we hebben aangemeld met z'n tweeën voor ik één keer als prins en hij ook een keer. En dan met vorst omwisselen. En dan word je in een pot gedaan en dan word je eruit geloot. Alleen dit jaar hadden wij als enigste aangemeld, dus dan wisten we het sowieso dat wij het werden. Ja, maar je wist niet wie de prins werd en wie vorst? Ja, ja, klopt. En hoe kwam dat dan, dat jij dan prins werd en hij niet? Ja, dat hebben ze er gewoon uitgepakt. Dat wisten hun ook niet. Ja. En Lars, ben je dan teleurgesteld of ben je blij? Ik ben even blij als Tim, denk ik. Want het maakte ons niks uit, al werd Tim vorst en ik prins. Ja. Dus want jullie doen alles samen? Ja, zowel wel. Voetballen en zo ook. Ja. Jullie kennen elkaar goed? Ja. Tim, voor de mensen die jou niet kennen, wie is Tim Basten? Ik ben Tim Basten en ik hou van voetballen. Met ons pap in de tuin werken. Ja. Ja. Kijk naar de tuin. Het is wel een grote tuin, of niet? Ja. Ja, daarom ooit een handje helpen. Ja. Maar waar ben je er dan van? Wie is jullie pap en jullie mam? Ons pap is Ruud Basten en mijn moeder is Nancy Kortenbach, alleen die heeft nu ook pas van zijn getrouwd. Ja, en ze wonen hier in de Pannenhoeve en broertjes, zusjes? Ja, twee broertjes, Stan en Luc. Ja, en die vinden het goed dat jij prins bent geworden? Ja, dat vonden ze heel leuk. Ja, die zitten allebei in groep 8, denk ik, van de Antonieschool? Ja. 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 En wie is adjudant Lars van Gaal? Ik ben Lars van Gaal, ik ben 11 jaar en ik hou ook van voetballen. En samen met Tim spelen en dan de heren carnaval vieren. Dus het wordt leuk. Ja, vertel eens over je familie. Wie zijn je ouders? En, mijn papa heet Toon van Gaal. En mijn mama heet Karen van Gaal. En ik heb één zusje, zus, die heet Janne. Jullie kennen elkaar je hele leven al, of niet? Nee, dat niet. Nee. Nee, hij is pas verhuisd. Oh. Maar jullie kennen elkaar van school, van voetballen? Ja. Dus jullie noemen ze, jullie zijn gewoon een twee-eenheid, hè? Want wat moet een adjudant doen, Lars? Vorst krijgt als eerst het woord. En dan kan hij allemaal vertellen. En dan kan Tim vertellen. En ik moet zeg maar als onze receptie is, denk ik, alles medailles aangeven aan Tim. Dan kan hij die zo geven aan hun. En dan bij de raad ook nog steken afpakken. En ja, dat soort dingen eigenlijk. Afpakken en meenemen toch niet? Nee, weer terug opzetten. Nee, als ze dan een onderscheiding krijgen, dan moet de steek af, want die gaat er niet overheen. De onderscheidingen moeten nog gemaakt worden? Ja. Ja. Dan ga jij die uitdelen straks, u samen. Ja? Ja. Wanneer is dat te doen? Wanneer heb je receptie? 21 februari. Dat is met de carnaval? Nee, vrijdag voor. Voor carnaval? Ja. Oh. Nou, even naar afgelopen zaterdag, hè? Hoe ging dat, die onthulling? Ja, ik vond het wel leuk. En de grote prins Niels, kwam dan. En dan deden ze in de pot husselen. En dan pakken ze eruit. En dan hoor je je naam en dan super blij dat je het wordt. Ja, en de rest van de familie was ook blij. Ja, mijn oom die is ook prins Liesel. En die was ook meteen gekomen, want die moest nog weg. Naar die prins Liesel? Ja, die grote. Dat is wel toevallig, of niet? Ja. Ja, en toen, ja, die was... wij waren die zondag ervoor, de receptie bij Hanne, bij mijn nichtje, want die is jeugdprinses. Okay. En toen zei hij, als jij het wordt, jongen, dan kom ik naar jou toe als prins. Ja. En dat heeft hij gedaan. Ja. Dus dat vond ik wel heel mooi. Ja. En hoe reageerden de kinderen op school, dat jullie prins en vorst zijn geworden? Sommigen die wisten het al, want die waren er dan ook bij de jeugdshows, maar anderen die vonden het ook wel mooi en grappig en zo. Ja. Waar kijk je nou het meest naar uit? Want de carnaval moet nog komen. Wat denk je erover? Ik denk op de wagen. Ja, op de wagen staan. Bij de optocht van de school of bij de optocht van... De optocht van Asten. Ja. Dan mogen we helemaal bovenop de kar staan. Dat is hoog, hè? Ja. Dan zie je wel alles heel goed. Ja. Er zit eigenlijk helemaal niks. Er zitten alleen maar mensen voor je staan en mensen langs de kant. Er zit helemaal niks van de optocht. Wel, juist wel. Ja? Ja. Oh, wat nog meer? Wat vind je nog meer leuk, denk je? Ik denk dat ik ook wel de receptie wordt heel leuk. Ja. Gewoon alle mensen die je kent komen. Ja. En die komen niet met lege handen? Nee.
Meestal niet. Een grote envelop met veel geld krijgt, of niet? Dat weet ik niet. Ja, maar het wordt druk. Want dat is een grote familie, of niet? Ja, best wel. Ja. En die komen natuurlijk allemaal, hè? Ja. Anders komen ze niet meer in. Nee. En Lars, waar kijk jij het meest naar uit? Ik kijk ook wel uit naar 25 januari. Dan is het de grote prinsreceptie. Ja. Dan worden ook onze huizen versierd. En dan zijn we uitgenodigd door prins Niels. Mogen we naar die receptie komen. Daar kijk ik ook naar uit. En natuurlijk naar onze eigen receptie. Ja. En ja, carnavalswagen. Ja, je hebt een programma al voor je liggen. Hoe vaak moet je eruit trekken, zeg maar? Hoe vaak moet je weg? Dat weet ik zo niet. Ja, nog een paar keer, of niet? Ja. Ja. Ah, mooi. Heb je toch nog een lijfspreuk? Ja. We gooien onze schoolboeken aan de kant. Tijd voor een schone carnaval van Vrietersland.